Ga ze erbij liggen. Beauty, kom! Ga mee! Dat zeg ik, het is wel een beetje oud. Een beetje klein, zeg maar. Maar maakt niet uit. Komt wel goed. Zo, nou, dropjes heb ik gehaald. En nu moet ik nog naar, even, naar de Jumbo. Maar ik was even tasjes vergeten. Kijk. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is alweer een nieuwe week. Ja, die is er alweer aangebroken. Want het is namelijk vandaag maandag 11 juli 2022. En het is nou 1:15 net geweest. Ja, ik heb Roderick aan de telefoon. Aan de huistelefoon, wel te verstaan. En ja, ik ga even mijn telefoon legen en eventjes kijken wat voor vlog ik even sowieso in elkaar kan zetten. Zodat Ro ook even zijn dingetjes kan doen. En totdat hij hier is. Zodat we even weer eventjes kunnen verdelen met de hondjes uit te laten. Yep. En voor de rest wensen wij jullie gewoon, zoals altijd, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wie gaat er luisteren? Kom voor. 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 Kom voor. Kom eens hier. Zitten. En zitten. Blijf. Blijf. Go. Zo. Hier gaan blaadjes eten. Lekker hè, blaadjes eten. Ja, dat dacht ik al. Lekker hè. Ga je mee? Ja, en dat is een mevrouw, ja. Jo. Kom dan. Kom dan. Een lady bij me. Love, kom dan. Kom aan, beauty, kom. Kom dan. Wie wil er soms even lekkers? Die moet komen. Niet? Gaan we allemaal niet komen. Kom dan. Nee, geen zin in. Kom aan, kom. Kom dan. Ja, goed zo. Waar is je zus? Waar is je zus? Waar is je zus? Beauty. Kom dan! Waar is je zus? Ga je zus halen? Beauty! Het gaat er ook gewoon bij zitten ook. Beauty! Gaat ze erbij liggen? Beauty, kom! Ga mee! Geen zin in vandaag. Geen zin in. Grapje doen! Ga mee, kom maar! En wie roep je nou? Oh, daar! Kom dan! Hallo kind. Zag je ze, meisje? Goed zo! Ja, lekker in een wang bijten, helemaal goud. Ik had het helemaal niet gezien, joh. Nee, blaadjes eten, blaadjes eten, blaadjes eten. Hé, meis? Lekker, hè? Moet je wel een
Ja. Ja, dank u. Nou, we staan dus nu bij Rozenhuis, zeg maar. Want dit zijn oude bandjes, velgen. 16 inch. Dus die wil Rodus eventjes in zijn schuur deponeren. Dus dat gaan we maar even doen. En dan gaat Rode lekker slapen zometeen. En dan, ja. Laten we even kijken. Hoe we het allemaal gaan bredeneren. Dan ga ik nog zometeen even naar de acetyl. Even dat dropjes halen. Even Venco. Want ik vind die wel heel erg lekker, zeg maar. Dus ja. En mijn haar dat groeit steeds sneller, jongens. Kijk hier, nog even. Ik doe het even zo. Welke banden wil je eerst hebben? Vanuit daar? Ja, prima. Best. En dan doe ik deze deur dicht. En dan doe ik die andere deur open voor je. Kijk. Dat zeg ik. Het is wel een beetje oud. Een beetje klein, zeg maar. Maar maakt niet uit. Komt wel goed. Dan heb ik deze alvast even open voor hem. Moet ik die nog even gaan uitkloppen, sowieso. En dan mag Ro die gaan doen. En dan, het is nu iets van 5 uur, zoals je kan zien. En dan, ja, wat ik al zeg. Dan gaat Ro nog even lekker slapen. En dan ga ik hem vanavond ook weer even naar zijn werk toe brengen. Maar ik dacht dat ik het schoon had, hè. Moest je kijken. Dat is schoon. Dat, maar dat niet. Oh. Nou, dat is daar ook. Item dito. Maar ik wil gewoon eigenlijk zwarte velgjes hebben. En dan wil ik dit, het liefst. Deze. Dit en dit zijn dus namelijk remklauwen. En dat wil ik dus groen hebben. En dan zal ik even een foto erbij doen. Welke kleur groen? Want je hebt neongroen. En je hebt een ander groen. En ik wil dus die andere groen hebben. Hij schat. Lekker even in de schaduw werken, hè? Beter als in de zon, of wat? Ja, verrollen in plaats verrollen. Ja, rollen. En naar jezelf toe. Nee, niet. Juist dat. Dankjewel. Anders gaat dat stuk als je hem gaat trekken. Zo. Ja, en mijn man is handig, zeg maar. Nou, dan zijn die alweer weg. En dan nu nog 2 hierin. Ja. Gezellig. En ik heb toch zo'n mooie auto. Hè. Ik heb toch zo'n mooie auto. Ja, dat vind ik dan, hè. Kijk. Dat is zo'n mooie auto. Ja. Ja, een hele mooie kleurauto. Ik ben er ook blij mee, zeg maar. Alleen mensen die moeten en de deur niet zo hard dicht doen. Want mensen die met mij meerijden, of ze doen dit, hè, opletten. Hoeft niet zo hard. Kijk, en allemaal vingerdrukken. Wat je dus kan doen, dat is dan hier vastpakken, rustig. Want hij heeft, kijk, als je dit dus doet, dan is hij dicht. Nou ja, niet dicht, open. Maar hij heeft dus, kijk, dan blijft hij ook staan. Staan, ja, open. En dan doe je hem vanaf hier rustig dicht. Zo moet je hem doen. Yep. En dan is Ro alweer bezig, want nou nog de laatste bandje. En dan is alles eruit, zeg maar. Ja, lekker bezig. Het is mooi zondag weer, moet ik zeggen. Het is nou mooi zondag weer, moet ik zeggen, heerlijk. Zoals je ook kan zien naar de lucht en naar ja, gewoon het zonnetje op de huizen. Heerlijk, ja. Zo, het laatste bandje, schat. En dan ga je ook zo lekker slapen. Tuurlijk. Daarom ook zo lekker op tijd weer thuis, schat, voor jou. Ja, heb je hem? Ja? Yes, top. Toppie, joppie, doppie. Nom. Kijk, die wil ik daar hebben. Dan wil ik die daar hebben. Een beetje hoger, zeg maar. Vind ik fijner. Zo. Nou, en dan is dit dus van Rozenwerkschoenen. Deze is Rozenwerkschoenen. En dan
Die laat hij even hier. Maar hij is ook heel blij met deze werkschoenen. Ja. Pentagon. Ja. Alleen, ja, dit, ja, het is gewoon een hele krappe instap, zeg maar. Dat is hij niet echt gewend. Dus, maar hij zit er wel heel erg lekker, zegt hij. Maar hij is ook mooi, zeg maar. Ja. Dus, ben je benieuwd? Dan zal ik even de link even bij neerzetten, even van deze. Als je benieuwd bent, dan moet je even naar de onderstaande en naar de onderstaande site, die dus nou in beeld gaat komen. Dus ja. En deze heeft meerdere dingen zoals jassen, broeken, etc. Lampjes voor de alle veiligheid van dien. Dus ik zou zeggen, shop even deze link. Nu maar even zonder rouw even weer even boodschappen doen. Ja. Dat gaat ook door. En ik wil mijn snoepjes hebben. En die kan ik alleen maar halen bij de Action. Mijn snoepjes. Die is één goedkoop, maar ook en lekker. Dus gaan we maar even naar de ACTON. Hey. Er is weer een plafond eruit. Let op. 1, 2 en 3. Plafondetje eruit. Ook handig, plafond eruit. Ja, toch. Nou, ik ga eens even kijken of mijn snoepjes er zijn. Zo, nou, dropjes heb ik gehaald. En nou moet ik nog daar even en naar de Jumbo. Maar ik was even tasjes vergeten. Kijk, deze heb ik. Ja. Dus, want ik ben een beetje dropverslaafd in de auto. Ja, dropverslaafd, dat is handig. Dus, ach ja, maakt niet uit. We gaan deze even in de auto deponeren. Hé, hey, kak. Dat is niet helemaal goed dicht. Kak, 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 oké. Okay. Ik ben blij dat ik hier nog ben. Ja. Ik ben er nou nog blij mee dat ik hier nog sta, zeg maar. Ja, hè. Maar even goed dicht. Kom maar even. Zo. Mijn raam die was nog niet goed dicht. Ik dacht dat die goed dicht was gegaan. Maar nee. Goed, het kan gebeuren. Wees blij dat ik nou even weer kom. Dat is zeker mooi. Kan gebeuren, zeg maar. Kan gebeuren. En dan moet ik even de tas uit mijn kofferbak zien te halen. Lekker veel herrie. Maakt dat. Even wat, nog een keer wat uithalen. Daar heb ik nou niks mee. Mazzeldokies. Zo, tas eruit. Die dicht. En nou blijf ik wel even staan. Of alles nou dicht is. Waarom wil je nou niet dan? Ja, dankjewel. En dan nog een keer dicht. Kom. Ja, nou is alles dicht. Hè? Mag tijd worden. Nou ja, alles is nou dicht. Wil je checken? Ja hoor, alles is dicht. Kijk. Deze raam was net niet dicht, zeg maar. Dus, dan heeft hij waarschijnlijk ergens weer een storing. Maar hier is hij ook overal dicht, dus helemaal top. Ik ga nu naar de Jumbo. En ik sta lekker in de lift. Heerlijk, even lekker alleen. Lekker. Ja, kijk. We hebben allemaal dingetjes, ook al handig. En mocht er wat gebeuren, geen nummer bellen. Ook handig om dat even te weten. Ja, toch? Beter om dat te weten dan helemaal niet. Dus ik zou zeggen, sla die nummer even op hier in je telefoon. Als wat is en je bent hier, dan kun je bellen. Nou, en waar zal ik nou weer naartoe gaan? Volgens mij kunnen we het wel weer raden waar ik naartoe ga. Kun je het raden? 3, 2, 1. Ja, precies dat. Inderdaad. Nou, we gaan kijken. Kijken jullie met me mee? Even kijken, wat hebben we allemaal? Eens even kijken. Wat hebben we allemaal? Allemaal lekker dingetjes, hè mevrouw? Ja, of toch niet? Ja, precies dat. Ik ga even aan de andere kant staan. Ja. Lieve man, ik ga even naar deze kant staan. Trillen. Okay.
Nou, dan ga ik even weer verder. Joh. Want Roderick die wou iets, dus ik ga het gewoon kopen. Fruit drinken. Ja, maar toch? Volgens mij iets zoiets. Moet kijken. Dat gaan we even doen. Ja, en dan hoeft Roderick nou even niet te weten of dat nou in de aanbieding is of wat dan ook. Maakt me helemaal niks uit. Ik neem sowieso banaan voor hem mee, want banaan vindt hij altijd lekker. Bananen vindt hij altijd lekker. En dan ook eens aardbei. Neem ik hem ook mee voor hem. Helemaal goud. Aardbei. En nu moet er ook bij. Alsjeblieft. Ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik moet hebben. We gaan gewoon even kijken. We gaan gewoon even de winkel rond. Waarom ook niet? Ja. Banaan lekker zonder room. Nou ja, lekker. Lekker wil ik niet zeggen, maar het is wat rustiger om me heen, zeg maar, momenteel. Maar dat geeft niet. Hij is ook wel lief, op zijn manier. En ik ben lief op mijn manier. Ja. Graag allebei in dat lief zijn. Maar allebei op een andere manier. Nou, is dat goed toch? Zo. Weet je wat ik wel ga halen? Dat is even lekker Japanse mix. Ja, weet je wat ik ook moet doen vanavond? Tijd naar bed. Want ja, ik moet er ook halen, dus ja. En ik ga niet de allergoedkoopste nemen. Even kijken. Want vroeger kocht ik altijd deze, zeg maar. De goedkoopste. Tussen aanhalingstekens. Maar dat is dus de Jumbo Borrelmix Brabant. Geen idee. Maar die kost even €2,89. Marco, dit Japanse mix, 250 gram. Die is het eigenlijk. Die kost €1,19. Dus deze kost €1,19. Maar die vind ik niet meer zo lekker dan van de Jumbo zelf. Die kost al even iets duurder. Deze kost €1,79. Dus daar haal ik gewoon 2 van. Ik vind die gewoon lekker. Dus ja, als je iets lekker vindt, moet je dat gewoon kopen. Ja, toch? Ja. Helemaal goud. Ja, dus nou, dat heb ik dus nu ook even in de kar. Wat ik nog mee ga halen, ik weet het echt niet. Geen idee. Ga het even kijken. Zo, ik ben alweer dus een tijdje thuis. Ik heb eventjes bloemkool gekookt. En voor dat even alleen gegeten. Ik had niet zo heel veel trek. Alleen ik heb sinds zaterdag heb ik heel veel pijn in mijn rug. Want ik was namelijk even met mama weg in de auto. En ik wou eventjes naar de Action om even wat drop ook te halen. Ik had toen 1 zakje drop van Venco. Maar ik stap dus de Action uit. En daar hebben ze een soort van plateautje schuin naar beneden. En die had ik dus niet door. Dus ik stapte verkeerd. Maar oké. Dus daar heb ik even heel veel last van. Met opstaan dan lijk ik wel een oud omaatje. Dat is niet fijn. Nee. Maar oké, het is even veel ibuprofen innemen. Even wat lekker liggen. Ik moet Ro om 9:10 bellen. En rond 9:15 moet ik hem naar zijn werk brengen. Dus, en dan wil ik ook daarna de hondjes uitlaten als ik weer terugkom. En dan ook lekker op bed. Want morgen staat ook om 9:00 Laura voor de deur in plaats van 10:00. Ik krijg Debbie nog. Dus ik heb het nog druk genoeg, zal ik zeggen. En dan heb ik hier nog een vlog die ik nog moet afmaken. Dus daar is ik al. Ik heb het nog druk genoeg. Dus ja. Maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon gezellig van. Gewoon gezellig door. Hè, Lof? Ja, hi. Hi, schatje. En dan ga ik morgen even de kooi verschonen. Kijk, dat is leuk. Als jij dus gaat zwemmen, dan krijg je dus allemaal van deze groene dingetjes in de vacht. Kom eens hier. Kom hier. Ja, je bent lief. Maar je hebt ze overal. En je hebt ook lekkere kleefbolletjes. Wist je dat? Kom hier. Ja, je bent lief. Maar ik moet toch ook en ook die kleine dingetjes uit je vacht zien te halen, schat. Ja. Hier nog veel meer. Lof, kom eens hier. Ja. Ja, ik weet het. Het is vervelend. Maar ik zal het wel moeten doen, schat. Ik moet het wel even doen. Ja, dat weet ik. Het is niet leuk. Kom hier. Lovely knuffel. Kom. Kom, knuff. Dat gaan we allemaal doen. Nee, ik ga haar eventjes zo ontmantelen van even al deze
irritante dingetjes. Dat ga ik dus nu maar even doen. Heerlijke ding! Zoals jullie kunnen zien, loop ik dus lekker met de hondjes. Helemaal goed, mijn laatste rondje. En dan ga ik ook zometeen toch mijn vlog even inplannen. En dan ga ik ook slapen. Want mijn wekkertje gaat ook weer om kwart. Wat is het? Kwart over vijf, half zes. Lady is lekker blij aan het eten. Die is daar. Beauty is daar ergens. Dus die zoekt het maar even uit. Die komt vanzelf wel. Hé, Beauty, ga mee. Ja, jij ook mee? Goed zo, keurig wijfie. Beauty, kom. Ja, dat was je weer, hè? Niet zwemmen. Ik waarschuw jullie nu. We gaan niet zwemmen. Nee. Dank u. Nou, de dames lekker netjes aan de lijn. De lady altijd aan de lijn. Nee, doorlopen. Zo. Netjes hoor, zo van jullie. Keurig hoor, meiden. Ja. Kom, lopen. Goed zo. Wat gaan we doen? Wat gaan we altijd doen? Goed zo, Lovely. Beauty. Ga zitten. Ga zitten. Leed, ga zitten. Leed. Alsjeblieft. Beauty. Even opletten. Zitten. Nee, ik wil dat je gewoon even normaal gaat zitten. Kom. Normaal gaat zitten. Zitten. Zitten op je kont. Blijf. Lof. Zitten. Je zat goed, schat. Zitten. Blijf. Keurig hoor. En nou mogen jullie oversteken. Kom maar. Rustig, dames. Hallo. Rustig. Keurig. Dit is braaf hoor. Keurig. Netjes. Zo. Ik lig, zoals jullie zien, op bed. Maar ik heb een vraag aan jullie. Zoals jullie weten heb ik dus mijn rijbewijs en heb ik mijn auto. Maar wat zouden jullie willen zien waar ik eventueel met de auto naartoe ga? Ik heb sowieso een paar dingen wat ik sowieso dit jaar nog wil doen. En dat wordt dan een hele lange rit. Wat ga ik nog niet zeggen? Dus dat wordt toch een verrassing. Maar wat zouden jullie willen zien? Want ik heb wel heel wat in mijn hoofd. Maar daar moet ook nog, want ik wil eigenlijk heel graag live op YouTube dan, zodat jullie mee kunnen kijken waar ik naartoe ga. Maar omdat als ik dus zo film zoals ik nu film, want ik film dus zo, zeg maar, ik film niet zo, maar ik film zo. Dan, als ik dus live wil, dan zegt hij dat ik iedere keer mijn telefoon moet draaien. Dus daar moet ik echt nog even op gaan, mee gaan kijken van hoe en wat. Misschien dat Rome even daarmee wil helpen, maar dat komt helemaal goed. Maar voor nu ga ik lekker deze vlog lekker afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan hier zeker niet te abonneren. Eigenlijk moet ik het hier doen. Want deze moet gedraaid worden, dus ik moet hier zeggen. Hier dus, namelijk het duimpje omhoog. Abonneren. En dan namelijk hieronder reactie. En het belletje, want dan blijf jij namelijk op de hoogte met alles wat op YouTube online komt. Elke dag om 2 uur. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.